Welkom, trouwe fans en nieuwelingen op het internet die mijn YouTube-kanaal of deze vlog gevonden hebben. Wederom weer een editie met in dit keer een Opel Corsa in een donkerbruine, beetje ja, leverkleurachtige lak die een beetje petroleum look heeft. Dus de kleur is bruin brons en er zit een bepaalde blauwe gloed zit er overheen. Hele fraaie kleur. Ik mag de komende dagen mij bezig gaan houden met het interieur reinigen, bekleding champorellen, interieur verzorgen, kunststoffen reinigen, etc. Matjes, ramen. Daarna stappen we over naar de voorruit polijsten. Want er zitten hier en daar wat waaskrassen in van de ruitenwisselbladen. En daarna ga ik me bezighouden met het exterieur, dus het lak, een aantal stappen polijsten. En dan voorzien van IGL Coatings Quartz. Een 24 maanden duurzame keramische coating die je net iets langer in stand kan houden bij netjes handwas. En daarna gaan de velgen gaan in de spraywax. Banden uiteraard nog even verzorgen. En dan kan die over een aantal dagen terug naar de eigenaresse. Ik hoor wel zeggen, wat doe jij? Detailing, wat is dat? Ik zeg, nou, dat is in de volksmond autopoetsen op een bepaald niveau. Oh, dus jij krijgt altijd alle dure Porsches en Ferraris en noem maar op. Nee, detailing heeft niets te maken met dure auto's poetsen. Het heeft puur te maken met je affiniteit, met cosmetisch onderhoud van je auto. En op basis van die instelling kan een detailer voor je zorgen en ondersteunen met het cosmetisch onderhoud van je auto. En daar valt en staat eigenlijk alles mee. En deze dame in kwestie, die wil de wagen gewoon netjes verzorgd hebben, altijd een nette auto rijden. En ze was hem, gaat hem ook nog netjes met de hand wassen. Dus ja, dat is eigenlijk een ideaal beeld, een ideaal plaatje voor een detailer. Goed, dat gezegd hebbende, ik ga eerst beginnen met het interieur. Alhoewel, ik heb vandaag een hoop te doen, want morgen wil ik hem in de coating zetten. En ik moet de ruit nog polijsten, daar gaat ook al een aantal uurtjes overheen. En lakdieptereiniging had ik tijdens het wassen al gedaan. Maar ik loop het toch altijd nog even met klei, loop ik hem altijd nog even na. Dus ik moet even kijken hoe ik mijn planning ga inzetten om uiteindelijk op schema te blijven. En uiteindelijk het project af te maken. Ja, ik vind het een hele fraaie kleur. Maar goed, dat had ik al in de vorige vlog al gezegd. Ik ben gek op donkere kleuren. Ik heb niet zoveel met zilver. Al kan zilver een fantastische kleur zijn qua tekening en beeld van je auto. Maar ja, dit soort lakken, dat heeft wel mijn voorkeur. Goed, er zitten in de auto, moet ik even bijzeggen, er zitten in de auto geen parkeerdeukjes. En dat vind ik wel heel strak. Voor een wagentje wat inmiddels nu 101.000 kilometer gelopen heeft. En het is absoluut geen uitgeleefde auto. Goed. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken. En dat in de vorm van deuren openen, matten eruit, stofzuigen. Ik ga toch even met het interieur beginnen. En dan kan ik het laatste op dag 3 nog even het laatste beetje afmaken. Dus ik zou zeggen, wil je ook deze editie weer volgen? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Yeah.
Zo, interieur ben ik bijna klaar mee, 95%, ramen en het kunststof nog even verzorgen, maar dat doe ik op het laatste moment. En ik heb de motorruimte een beetje aangepakt, zoals je nu op de beelden ziet. Kunststof een beetje schoongemaakt, stof eruit. Dus het ziet er weer wat, ook voor garagisten, er wat aantrekkelijker uit om te sleutelen. Zo, dopjes weer mooi geel, schoon. Nou, als we toch bezig zijn, laten we meteen de oliepeil even controleren. Kleine moeite, groot plezier. Hier, stop. Heel goed. Goed, ik ga door naar de vooruitpolijsten. Het doet het toch weer heel anders als een motorruimte schoon is. Paravaan even nalopen. Die had ik al uitgestofzuigd. Want de bekende hoeken waar een verzamelplaats is voor takjes, mos, groen, blaadjes, whatever. Kan uiteindelijk ook waterafloopgaatjes verstopt raken. En dan uiteindelijk loop je het risico dat het water je motorruimte inloopt. En vaak, bij veel merken, zitten de ECU's en andere computers onder het paravaan. Dus als die nat worden, is het einde verhaal. Of een hele dure reparatie. Dus ondanks dat je, als je met de wagen veel vaak door de wasstraat heen gaat en je eigenlijk voor de rest niks doet met de auto, zou ik toch even zorgen om je geld te besparen in de toekomst. Dit soort zaken even nalopen en schoonmaken. Kan je heel veel geld besparen. Zo. Deze weer even terug op. Even een schoon stukje. Ja. Randjes nog even. Hoppatee. Voordat we de auto gaan afplakken, zie je hier de schade lopen. Kijk naar de TL-verlichting en dan kom je hem tegen. En zo zit er aan. Vaak is het toch lastig, zoals ik al vaak ook eerder vertel, het is vaak lastig om het schade die in de glaswerk zit op beeld te verkrijgen. Er zit hier een waas in van het andere blad, zo, die loopt zo. Dus ja, dit is wel nodig. Zo. De auto afgeplakt. Dan gaan we beginnen.
Die is weer krasvrij. Door naar lakdieptereiniging. Plastic verwijderen. En dan naar lakdieptereiniging. En zo gaan we stapje voor stapje gaan we verder. Nu ik lakdieptereiniging uitgevoerd heb, kan ik over tot het polijsten van de lak. En de lak is weer heerlijk glad. En dat klinkt heel raar, maar er zijn er een aantal, ik denk dat er wel een aantal zijn die mij besnappen en begrijpen, is op het moment dat die heel glad is, voelt het bijna heel zacht aan. Dat klinkt heel raar, maar het geeft een heel, heel fijn gevoel om te voelen hoe glad een lak kan zijn. Goed. Het polijswerk. Ik begin eerst met een 1-stap rotary. En daarna ga ik over op excentrisch. Eén stapje polijsten van de linkerzijde en dit is de rechterzijde. En dan gaan we naar links. Eén stapje rotary. Zie wat al een helderheid je terug hebt. En dan gaan we even draaien. En dan gaan we naar... Kijk. Dan ga je naar een situatie waar je een basis zet die je uiteindelijk gaat beveiligen en beschermen en bevestigen met keramische coating. Dit is nu de basis, ik moet nog een aantal stappen doen. Maar je ziet nu, het lijkt net alsof er water op de lak ligt. Zo glad. En zo bouw je een lak op, waardoor je dus een intense glans krijgt die iedereen kan waarderen. Goed, we gaan verder. Het eerste stukje is gezet, of het eerste stapje is gezet.
Zo, polijswerk zit erop. Morgen ontvetten en dan coating plaatsen. Inmiddels bij de volgende dag aanbeland. En zoals je van me gewend bent, altijd eerst even ontvetten voordat we aan de coating gaan beginnen. Lak is ontvet met IGL Precoat. Nu gaan we kwarts erop zetten. Zoals je coating aanbrengt met een blokje, moet je het na een aantal minuten, afhankelijk van het materiaal en het merk, moet je dit na een aantal minuten moet uitpoetsen. En zoals ik dat altijd noem, altijd even licht reset, oog reset. Kijk. Coating zit erop, eerste laag, dit kan drogen en dan straks de tweede laag. Zo, tijd voor ronde 2. De Corsa staat in de keramische coating, IGL Coatings Quartz. Coating kan nu drogen. En dan morgen het laatste afmaken. Inmiddels aangekomen bij de laatste dag. Rest mij nog de laatste zakjes af te maken, zoals ramen, binnenkant, buitenkant. Bandjes, velgjes nog even. De lak nog even in de premier zetten en dan zit het projectje er weer op. Interieur is er nu inmiddels klaar. De ramen aan de binnenkant en de buitenkant gedaan met IGL Coatings Glass. Interieur gedaan met interieur IGL. En daarna ook nog kunststofverzorging met IGL. IGL Coatings Dash. En het interieur is weer fris, fruitig en schoon. Interieur is, exterieur is natuurlijk ook klaar. En het laatste stukje is IGL EcoCoat Premier. Dat is een sealant die je perfect aan kan brengen op je coating. Zo ga ik de hele auto nog even doen. De Opel Corsa is klaar. Exterieur, interieur verzorgd, gereinigd en beschermd met de nodige materialen.
Hij kan terug naar de eigenaresse. Ik heb de lak voorzien van IGL Quartz, 24 maanden, dat is wel een hele korte duurzaamheid, 24 maanden duurzame keramische coating. En als je hem netjes wast, zoals je volgens de wasinstructies zou moeten doen, dan kun je hem zelf nog iets uitrekken na 2,5 jaar. Interieur gedaan, dat heb ik al verzeld. Bandjes heb ik gedaan, de ramen gedaan. En ja, het projectje zit er wat mij betreft op. Ik hoop dat je de video afgekeken hebt, want dat gebeurt niet vaak. Vaak is deze, de analytics van YouTube zie je vaak 10, 15 seconden en dan haak ik me alweer af. Jammer. Maar goed, dat is iedereen, die keuze heeft ieder. Voor zover zou ik weer zeggen, wederom weer bedanken voor je belangstelling. En ik hoop je weer te zien bij de volgende video. En je krijgt van mij uiteraard nog even het bekende rondje van de zaak. Ciao.